Oké, okay, zo nu tegen. Ik mag vragen wie we met het plaatje hebt gevallen. Nu ben ik hier gebleven en we zijn nu bezig met de, nou ja, de kantine en de keuken. Die ga ik dus deze aflevering inrichten. Dus dat is echt een behoorlijk groot gebied. Dus het wordt waarschijnlijk heel wat kopiëren en plakken in dit en dat. Ik ga hier in ieder geval de metaaldetectors neerzetten om niet zoveel stront ervoor te gebruiken. Oh, daar heb ik een stukje vergeten. Dan moeten ze nog bezig. Ik weet alleen niet hoe ik het hier wil doen. Wil ik de hele muur van maken? Nee, er moet wel een beetje gang komen. Dus ik doe door gewoon dit stukje weg. Oh ja, kan ik dat nu even gelijk aanpassen? Oh, dat wordt aangepast. Oh, oké, top. Dus hier komt de keuken. Van de kantine, dat zal ook goed komen. Oh. Dus ik moet maar even kijken hoe ik dat allemaal ga doen. Want we hebben veel keus. We kunnen natuurlijk ook nog een beetje, wat ik had gelezen, kunnen we ook douches in de kantine neerzetten en zo. Ook nog een beetje hygiëne te doen en dit en dat. Telefoons voor de familie. Je kunt eigenlijk behoorlijk veel dingen neerzetten, dus dat is eigenlijk wel handig om te doen. Nou, hier ligt iemand dood. Gedood omdat hij zijn informant was. Oké, en we hebben in ieder geval nog een persoon voor de dodencel, dus dat is helemaal top. Verder kunnen we de stroom natuurlijk ook gelijk wel even aansluiten hierop. Nou, daar staat hij al op aangesloten, want ik kan best wel wat hebben, denk ik. Vast wel. Ik denk dat het beter is om eens met de keuken te beginnen en dan met de kantine. Waarom? Omdat anders die mensen allemaal weer naar de kantine toe lopen. Zo van, oh, daar kunnen we eten. Nee, dat kan eigenlijk niet. Dus dan moeten we dit even voor regelen. Dan zet ik er ook wel geloof ik gewoon een dubbele deur. Van die personeelsdeur aan beide kanten. Nog een beetje in het midden. Ik denk wel iets van hier, twee. Ga ik dit alvast een beetje zetten naar de keuken. Kijk, waar staat die? Hier. Keuken. Daar hebben we daarvoor nodig. Een fornuis, koelkast en een groot steen. En dan moet het natuurlijk binnen zijn, maar dat is wel logisch. Nu wordt die stroom al aangelegd. Nou, ah, dat komt vanzelf wel, denk ik. Hé, hey, er is een tunnel gevonden. En er is nog een tunnel gevonden. Daar is er één gevonden. En daar is er één. Iedereen gevonden. Waarom heb jij geen stroom? Jawel. Wel handig om dat even te doen natuurlijk. Dat zal dus ook betekenen dat ik meer koks ga nemen. Maar dat is wel logisch om te hebben. Ik ga gewoon echt tyfus veel van die fornuizen neerzetten. Ik begin gewoon hier in de hoek. Krijgen ze daar ook nog behoorlijk veel geld bij. Dus dat moet wel goed komen, denk ik. Kunnen ze hier. Oh, dan breken ze er wel uit. Kijken. Volgens mij is er gewoon één mannetje overleden. Nou, rip hem. Haar. Oh ja, sprinklers, dat lijkt me ook wel handig om te hebben. Even eventjes bij deze fornuis neer te zetten. Niet als er een gigantische brand komt of zo. Dus ik hoop dat wel gebeuren. We hebben een gigantisch gedeelte. Ik dacht van, oh, we zitten al op de helft hiervan. Nee, nog niet eens. Dus we kunnen nog veel meer fornuizen neerzetten. Het zal dus betekenen dat ik misschien nog een krachtcentrale hier moet neer gaan zetten. Just to be on the safe side.
Oké, ik denk dat het zover wel goed is. Zit dan met die stroom? Deze en deze, die moeten echt aangesloten worden, anders loopt de stroom niet door. We hebben gewoon precies. Hey, we krijgen ze dan ook weer een nieuw persoon van de donorcel. Maar we hebben gewoon precies genoeg gevangenen voor de cellen. Dat is wel top. Ik denk dat ik dan een fornuis tot een beetje hier ga neerzetten. Nou, dat ik die koelkasten dan. Oh. Nieuw gedeelte neerzet. Tot zo dus. Doe gewoon eerst de ene kant en dan draai ik ze gewoon allemaal om. Ze moeten de boel een beetje oplichten hier, want het is wel een beetje donker. Jezus, we gaan echt gewoon gigantisch hard door het geld heen. Aan de ene kant wel positief, want dan kunnen we straks weer wat meer krijgen. Maar dat betekent wel dat we moeten gaan wachten. Ja, ze komt er eigenlijk aan. De stroom. Dan denk ik dat ik de gootsteen gewoon hier tegen deze muur aan zet. Dat is wel handig waarschijnlijk. Zet de blauwdruk ook even weg. Oké, het laatste stukje stroom. En dan power die op. Oh, hij kan op. Oh nee, dat natuurlijk omdat al die kabels nog niet aan zijn gesloten. Dit gaat toch een probleem worden. Deze gewoon hier even wil aansluiten. Want als zoveel stroom wordt vereist voor dat hoeveelheid aan fornuizen, dan heb ik toch wel heel wat meer dingen nodig. Ik vind het wel jammer, misschien dat het nog wel een keer verandert, maar dat er nog niet, of dat er maar één optie is voor een kastcentrale. Ik wil er gewoon gelijk een nucleaire reactor, want ik kan het niet makkelijk aan. Ik ga het niet. Ik denk niet dat ze het volhouden om dit gebied nog te voorzien met stroom. Is wel dat ze positief zijn, maar ik denk het niet. Ik denk dat we echt wel wat meer kastrals ervoor nodig hebben. Hij klapt eruit. Oké, dat is duidelijk. Hoeveel van die dingen moeten we dan wel niet neer gaan zetten? Dat is onmogelijk veel. Waar ben ik mee begonnen? Serieus, waar de fuck ben ik hier mee begonnen? Ik zet ze gewoon hier ten zuiden neer, denk ik. Hier eentje voor de meest zuidelijke. En dan zit ik weer uit geld. Daarom is het handig dat ik zoveel geld binnenkrijg per dag. Dit kan in ieder geval alvast weer aan. Ik heb er zoveel krachtcentrales nodig, dat is echt onmogelijk. Ik dacht van, oh, één krachtcentrale zal wel genoeg zijn voor al die, voor al die dingen. Bleek dus uit van niet.
Nou, ik kan er in ieder geval weer drink bij zetten, maar ik heb al lang niet genoeg. Ik moet eerlijk zijn, ik heb natuurlijk nog niet al die fornuizen op het moment nodig. Maar voor later is het wel verstandig om zoveel te hebben. Als ik iets van 10.000 gevangenen heb, dan zal ik wel eten zien te krijgen. Niet dat de kans komt dat ik zoveel gevangenen heb, want dan lekt mijn computer zo hard dat ik wel een nieuwe begin. Ik heb nog echt wel één zo'n condensator nodig. Hey, een tunnel. Dat is wel heel dom. Wacht, dan breng ik weer rellen uit. Dat is ook altijd hier. Ze hebben daar volgens mij iets mee. Zo, 110.000. Nou, daar hebben we nog wel eventjes genoeg. Zeg maar eventjes, omdat die kastralen ook wel een fortuin kosten. Dat die koksters nu wel goed druk hebben. Nou ja, vind je het ook gek. Weet je wat, ik ga gewoon beginnen met de koelkast. Ik denk dat het echt gewoon een hele linie vol met kastralen die gaat worden. Als ik het zo zie. Ik ga gewoon beginnen met die gootstenen. Die kostte toch maar 20, dus waarom niet? Zou ik die hele muur er wel vol mee? En waar ik dan geen ruimte heb, kan ik gewoon nog even een beetje prullenbakken neerzetten. Dan gebruik ik de ruimte in ieder geval nuttig. Zo dus ongeveer. Oké, die komt eraan, dus dan hebben we weer een hele. Oh. Oké. Deze die kan nog best wel wat aan, dus. Deze, oh ja, omdat hij natuurlijk twee verschillende gedeeltes aan moet nemen. Want als ik deze dan ook gewoon zo aan hem aansluit, dan scheelt me toch weer een aantal kachtstralers. Gelukkig is hier al een waterleiding in de buurt, dus ik zet deze gewoon. Ja, hier een beetje naartoe. Hier even eentje er tussendoor, hierheen en daarheen. Hebben ze in ieder geval genoeg water? Lop. Daar ook. Zo, even een beetje dat verder versnellen. Oh. Dat kan ik niet gebruiken.
moet ook even een beetje denken hoe ik die stroomlijn allemaal neer ga zetten dan. Ik denk ook niet dat ik deze echt heel slim heb neergezet met die stroom die dan deze kant op gaat. Ik denk niet dat dat heel verstandig is geweest. Misschien dat ik hem beter hier zo naartoe kan leiden. Dan hieronder nog eentje neerzetten. En dan daar nog eentje hieronder zetten. Ik denk dat het wat beter is dan wat ik nu heb. Hè, wat zijn hun nou weer aan het doen? Daar moet er wel stroom in. Alleen hier niet. Ik pas het gewoon een beetje aan en ik zet hem dan gewoon hier nu. Dat ik er gewoon een beetje logisch in ga delen. Lijkt me wel het verstandigst. Dus deze twee, dan deze twee en dan deze twee. Zou jij deze nog wel bij aan kunnen nemen? Dat zou in ieder geval moeten betekenen dat we in ieder geval heel wat erop erbij kunnen hebben. Even kijken. Daar loopt al iemand ermee. Oh mijn god, die moet nog een heel eind lopen. Dat is ook niet handig. Kijk, ik ga dan hieronder nog eentje weer neerzetten. Zoiets. Zet die kastcentrales er weer, of die condensators eromheen. Dan laat ik deze, dit gebiedje dan eventjes mee houden. Want hij heeft al drie kastcentrales voor drie van die rijen met fornuizen of I don't know hoe je het allemaal wil zeggen. Hoe kom ik aan zo weinig inkomen? Dat ik waarschijnlijk heel wat minder gevangen heb. Omdat de meeste lijken zijn. Oh jeetje, 428! Ik let er nu pas op. Godverdomme. Hoe komt dat toch? Jezus. Dat is toch niet normaal? Maar hier bij de koelkasten, daar moeten natuurlijk ook wel weer stroomgenerators komen. Maar dan moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Ik denk dat we daar beter de volgende aflevering mee kunnen gaan. Want als we nu alleen nog maar hiermee bezig zijn geweest, dan is dat best wel wat. Wat? Echt. Ik heb volgens mij iets van 130 levende gevangenen in mijn hele fucking prison. En vraag mij maar hoe. Oh, ik heb echt geen flauw benul hoe dit allemaal kan. Ik dacht van, oh, die mortuarium die komt nog voor te zitten. Nou, met 431 lijken, dan kom je nog wel heel ver. Ja, vind je het gek dat hij eruit klapt? Hij heeft maar drie condensators. Dan denkt hij van, oh, ik ga gelijk de stroom even doen. Nee, jij hoeft er nog maar twee. Aha. Dat wel. Oh ja, dat klopt wel. Oké, top. Wel zeggen. Nou, we hebben in ieder geval de stroom voor de ene kant al gefixt.
Nu ga ik maar eens even laten zien hoeveel koelkasten we daarvoor nodig hebben. Even zien, dat is de achterkant. Oké. Okay. Ik denk op zich niet dat ik heel wat koelkasten nodig heb. Maar ja, je weet maar nooit. Het is beter om het eten in de koelkasten te douwen dan dat ze ergens anders leggen. Zoals hier op de grond. Zo, ik krijg ook weer eens even een hele lading met geld binnen. Dat is op zich wel fijn. Oh, nee, verkeerd, fout. Excuus. Hoppakee, we gaan mee. En dan hier nog een rijk. Maar we hebben in ieder geval een functionerende keuken. Zo wat. Hoe ga ik het met de stroom doen? Want ik wil hier natuurlijk wel de gevangeniscellen nog niet uitbreiden. Dus dan moet ik het even een beetje goed logisch nadenken. Ik ga deze voorziening ommantelen. Zodat ik hier wat meer plek heb. Al die mannetjes komen met koelkasten binnen. Ik dacht dat die dingen relatief zwaar waren, maar volgens mij valt er nog best wel mee. Oké, ik zet dat gewoon niet. Nee, ik laat hem eentje. Nee, hier zetten. Ik wil eerst eens even proberen van. Hoeveel stroom die aan kan. Als het nou evenveel is als fornuis, dan weet ik ongeveer hoeveel ik er eigenlijk nodig heb. We lopen op een beetje verlies in. Maar dat komt omdat. Echt, die leveringen die moet ik even echt ergens anders neerzetten. Ik denk dat ze gewoon hier even neerzet. Want daarbovenin, dat werkt niet. Zo te zien. Dat wil niet goed werken. Zet gewoon hier neer. Nou, kijk maar, zo kunnen er veel meer karretjes, die kunnen er dan doorheen komen. Ik weet niet waarom ze hier boven blijven staan, maar oké. Waarom lijkt het alsof iemand die zit binnen te rellen? Oh ja, als je het over rellen hebt. Kijk maar, die wagens die blijven maar binnenkomen. Want wat moeten we dan met zoveel stapels materiaal? Voor een beetje de postkamer.
zijn ook alleen maar leveringen. Ja, leuk en al. Volgens mij kunnen we nog wat meer aan. Want als die gevangenen nou eens een keer binnenkomen, dat zal eens een keer fijn zijn. Het zijn echt alleen maar leveringen, mannetjes. Misschien dat ik even een betere personeelsdeur naar buiten kan zetten. Daar, omdat de leveringen hier zijn. Waarom niet? Kan misschien nog een beetje gevaarlijk zijn voor de ontsnappingen, maar we hebben snipertorens. Komen we eindelijk gevangenen binnen. Eindelijk. Wonder dat ik zoveel geld binnenkrijg. Yay, ik loop weer in de plus. Finally. God. Ja, ben je er eigenlijk? Ja, we hebben er wel gewoon drie nodig. Nou ja, dat is niet erg handig om hier te hebben. Om natuurlijk geen kwartsluit te komen. Nee. Hier moet hij komen. Ga jij helemaal boven? Dan doe jij hetzelfde. Voor deze. Nou, daarom heb ik hier ook die ruimte een beetje vrijgehouden. Dat is juist de reden. Dit gebied versnellen. Ah, daar is er wel een stukje aangelegd. Oké, top. Nou, en dan in plaats van dat we dan deze aflevering de kantine doen, doen we dat de volgende aflevering. Oh, waarom ligt er stapel materiaal? In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like op mijn kanaal en dan zien we weer. Later.